deze fantastische Netflix mok. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, het is dinsdag 1 augustus, het is nu 10:30. Ik ben al echt al 20 minuutjes wakker of zo. Ik zit lekker beneden met de doggies. En ik heb mijn favoriete ontbijt, dat is dit, The Treasures. Die is nu op. En ik kijk nu de vlog van Masha, de nieuwe. Amerika honeymoon, dag 8 naar Zion National Park. En ik ga lekker eten. En vandaag ga ik naar Ines voor 4 dagen. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik kom pas de 4e terug, dus eigenlijk vandaag, morgen, overmorgen en vrijdag een beetje in de middag. Ben ik bij Ian, dus dat voor de leuke vlogs. Ik weet nog niet wat we gaan doen, misschien shooten, weet ik veel, we zien het allemaal wel. Ja, dus ik ga lekker ontbijten, vlog kijken en dan spreek ik jullie zo. Inmiddels ben ik eventjes buiten, ik ben met de doggies aan het uitlaten. Ze zijn aan het ravotten. De tuin, het is nu 2:30 en ik ga daar even bij zitten. Het is nu rond 1:30. Ines is nu onderweg naar naar Delft. Ze moet nog 2,5 uur in de trein zitten, want ze komt van vakantie. En ondertussen zit ik lekker hier zo met de doggies te spelen. Superleuk. En ja, mooi, ze zijn super schattig bezig. Ze zijn lekker aan het spelen. Wie wil daar een bal? Wacht, ik ga de bal pakken. Want die... Hier, oké, in de brand Nederland. Kijk eens, bal! Wie wil de bal? Wie wil de bal? Wie wil de bal? Wie wil de bal? Kijk, ze moet spelen. Kijk, de bal. Pak bal. Ze pakken de bal niet. Maar ja, dus ik ben nu lekker aan het chillen met de hondjes. En dan ga ik hem zo klaarmaken, tas inpakken. En dan ga ik op naar Noderbeek. Dus ik weet niet wat het volgende shot gaat worden, maar dat zien jullie zo. Inmiddels is het alweer 3:15 en eigenlijk moest ik over een uur al de deur uit om naar Ines te gaan. Maar Ines die komt later aan in verband met vertraging. Dus ik heb een uurtje langer in totaal, nog maar 2 uurtjes. Nee, ik lieg. Een uur en... Wacht even, wat is... Het is nu 3:15. 4:15. Ik heb nog 1:45. Wow, ik kan het niet berekenen. What the heck. Ik ga dus nu klaarmaken. Because ik ga nu wat. Even lekker vis en fruit gaan doen. En dan moet ik mijn tas nog inpakken. Dat moet ik nog doen. En dan ga ik lekker naar Nodoren. Wat is die dagjes? Dat is met Ines op stap. Nee, ik heb er wel zin in. Wat we gaan doen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Misschien 1 dag shooten. Omdat Mira daar het over had dat ze binnenkort een foto's wilde hebben ofzo. Dus misschien dat. En ik weet ook echt niet wat we gaan doen. Misschien iets maken, weet ik veel. We moeten zo meteen wel eerst, als we naar Ines gaan, moeten we boodschappen doen. Voor avondeten. Dan gaat Ines lekker voor me koken. Superleuk. En dan vanavond lekker chillen en dat soort dingetjes doen. En lekker rustig. Lekker slapen. Ja, ik ga jullie gewoon meenemen. Dus de volgende vlog staat in het teken van mijn logeerpartijtje bij Ines. Superleuk. Maar ik wil weer te veel. Ik wil weer 2 minuten. Ik ga mijn bad vullen.
En dan spreek ik jullie zo. Oké, inmiddels is het 7:05. Oh my god. And I'm arrived. By this girl. She is back in the vlog. She is back in the vlog. We gaan zo meteen eten halen. Voor een heel... We gaan zo meteen eten halen. En kijk wat Ines heeft. Origina. En misschien gaan we morgen een feestje geven. Een klein feestje. Met z'n drieën. En dat wordt heel gezellig. Denk ik. Kom heel sarcastisch. Ik liep even dit te zien. Ja. Op je jasje. Nee. 3 euro voor een jasje, weet ik. 3 euro voor wat? Speciaal. Je dacht net 15! Ja, hij was eerst 15. Nu 3 euro. Oh my god, kijk wat Ines ook heeft gehaald. Ze was vandaag steeds 4,5 uur, 5,5 uur in de trein gezeten. En ze moest dus langs Antwerpen. Wat heeft ze meegenomen voor zichzelf? Wafels van het merk. Nee, dat heeft die oude vrouw zelf gemaakt. Collignon. 80 jaar oude vrouw. Hoe duur waren ze? Weet het niet. Fres. Toch? Oh wow, nee. Wauw, dat is een Fres. Dus ga allemaal lekker deze wafels kopen. Ik weet niet of ze lekker zijn, maar boeit me geen reet. Ja, ga naar dat oude vrouwtje. En zeg, ik kom van Ines, dus geef me korting. Geen idee. Maar we gaan lekker eten halen. En we zijn er nog niet over uit wat we gaan eten, maar Ines wilde pizza. Extra large pizza. Ze zegt de hele tijd, ik heb geen honger. En dan wil ze wel de XL pizza bestellen. Maar het wordt leuk. Pizza. En ja, we gaan er vandoor. Ik laat mijn camera even thuis. En dan vlog ik straks het eten. Echt, waar ga je niet vloggen hoe alles in het mandje doen? Dat vind ik echt voor jou. Hoe we alles in het mandje doen. Om dat te doen. Zullen we dat gewoon doen? Oh my god, iemand stuurt een stepje met de water. Oh my god. Zul ik het gewoon doen? Oh, moet mijn moeder nog bellen dat ik bij jou was? Dus, ik ga even mijn mammetje bellen. Daarna gaan we het supermarktje in. En daarna gaat Ines vol bunkeren met pizza. Want she is a pizza girl. Kijk, ze werkt bij een pizza bedrijf. Wat is dat dan met ons? Met een jasje. Nou, doei. Okay. Uur. 7:05. We zijn thuis. We hebben lekker... Oh, you stupid. We hebben boodschappen gehaald. Voor hoeveel, Ian? 100? 5.000. We hebben echt boodschappen gedaan voor de OV-sites. Maar, ik doe eigenlijk nooit boodschappen hauls in een video. En dat leek me wel een keer leuk om te doen. Dus ik laat alles lekker mag, zien. Mag ik het filmen? Natuurlijk. Hi, welkom. Als eerst heb ik popcorn. In... Sweet. Hoeveel was het? Geen idee! Je moet ook nog zitten. With this little girl on the forecast. Wauw. Dan hebben we... Whippy. Slagroom. Deze was 90% geloof. Dan hebben we... Hummus. En die was in 25. Zo. Is ook goedkoop! Dan hebben we Ines van... Erg is ook nog dat je dit echt in je vlog gaat zetten, denk ik. Dan hebben we kaas. Bewegen en volmaakt. Dan hebben we 2 flessen strawberry watermelon van mijn fave. Oké, ik ben verveeld. Ieder was verveeld. Oké, ik ga verder. Dan hebben we Oreo. We hebben Pickwick in de fruitvariatie. Dan hebben we extra goedkoop brood. Dan hebben we Polo Paprika, dat is Ines de pizza. Dan hebben we chocolademelk. Dan hebben we... Mij! Dan hebben we bruin brood. Poffertjes. Hallo, kom binnen! Jamie? Ja, welkom in mijn mooie... Wat ga je ons vandaag leren, Jamie? Hoe je poffertjes mooi op een bord kan leggen. Oh my god. Let's get started. Wat heb je nodig? Poffertjes en een bord.
Er zitten er 50 in het pak. Pak er met je handen 25 uit. 1. 3. 4, 5. 6, 7. 4, 1, 4, 7, 2, 11, 12, 13, 14, 20, 15, 16, 17, 18. En iedereen slaapt. Oké, inmiddels is het 10 over. 10 over half? Nee, half of zo, weet ik niet meer. Proberen serieus al vanaf 9 uur. Proberen we Just Dance te downloaden. Ik ga jullie even op de trap zetten. Proberen we al vanaf 9 uur Just Dance te downloaden. Maar het lukt niet. Dus gaan we het nu via YouTube doen. Waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht, Ian? Doet YouTube het niet? God damn it. En nu? En nu? We gaan gewoon liedjes opzetten en dan gaan we dansen. Dat is ook leuk. Dus, ik ga eerst even wat drinken pakken. En dan gaan we lekker dansen. We gaan als oefenen voor Sarah Larsson. Oké, zoals je kan zien zit ik nu op de bank. Ik heb net Chocomel op uit deze fantastische Netflix mok. Die heeft Ines ooit een keer gewonnen op de huishoudbeurs. Royke! Nee, maar ik moest wel echt keihard lachen. Want ik zat laatst toen Roy Donners terug te kijken. Of toen zat ik te kijken en toen zag ik ineens Ines zijn hoofd in beeld. Toen moest ik wel echt een beetje hard lachen. We zitten nu trouwens RTL Late Night te kijken. En Anna Nouchin is daar te gast. Ik ga zo meteen lekker slapen. Ik ga niks meer boeiend doen vandaag. Ofzo. Ik ga zo meteen lekker in bed liggen. Dan wil ik je hartstikke bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de vlog. En vergeet me ook zeker niet te volgen op social media. Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Dus tot de volgende vlog, guys. Bye.